Ik sta nu hier in Istanbul, niet zomaar bij een huis. Ik sta bij het huis waar Ahmet Ertegun in 1923 is geboren. Het is hetzelfde jaar waarop de Republiek Turkije is opgericht. Het is een heel mooi bijzonder huis, zoals je ziet. Van hout. En Ahmet Ertegun die moest met zijn vader mee, Munir Ertegun. Want die werd eerste Turkse ambassadeur in Amerika, in Washington D.C. Ahmet die werd verliefd op de jazz. Richtte op een gegeven moment, toen hij 10.000 euro mocht lenen van de familietandarts Atlantic Records op, ontdekte artiesten als Ray Charles, Aretha Franklin, Rolling Stones, Eric Clapton, de Bee Gees, Cher. Ik kan maar doorgaan. Wij gaan toeren in Nederland. We beginnen rond februari en we komen op heel veel plekken. Check de speellijst snel.